Oranje Boobies. Yo, wat een gasten, welkom bij deze hele speciale Oranje Movie. Ik moet wat raars gaan vertellen. Want ik werd vanochtend wakker met een pijn op mijn borst en een heel plakkerig gezicht. En ja, daarom kom ik net onder de douche vandaan. Ik loop nog met mijn handdoek. Oh, die kan ook weg. Ik heb namelijk dit SD-kaartje gekregen. Ik weet niet van wie, waarvan of wat dan ook. Maar ik heb gekeken wat erop staat en moet je kijken. Die beelden die je daar ziet, dat zijn beelden van mijn huis. Er is iemand hier bij mijn huis geweest en die heeft hier een pakketje liggen. Holy shit. De buitendeur is open. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh, hoe kan de buitendeur open zijn? Normaal staat de buitendeur hier alleen maar open als het lekker weer is. En moet je kijken, vandaag, het is... Oh, het is lekker weer. Dus ik zag op het SD-kaartje dat er waarschijnlijk een pakketje ligt voor mijn huis. Een of andere doos. En ik weet echt niet wat ik moet... Deze deur is ook open. Dude. Holy fuck. Ik weet echt niet wat er gebeurt. En dan zou hier ergens het pakketje moeten liggen. Nee. Misschien hieronder. Ook niet. Oh, dude. Oh. Holy shit. Het is echt een pakketje. Is er nog iemand? Er is niemand te zien. Oh, fucking hell. Holy shit, wat is dit? What the fuck? YouTube is er ook recht op privacy. Geef een like als je de video leuk vindt hier beneden. Oké, what the fuck, we kijken in de doos. 3, 2, 1. Dit zijn gewoon nieuwe schoenen. Fucking chill. Ik heb echt kutschoenen aan nu. Fucking fijn. Oh yo, deze zijn fijn. Haha, dankjewel. Oh, wat zit er nog meer in die doos? Ik sta oprecht helemaal te shaken nu. Ik weet echt niet wat erin kan zitten. Het voelt een beetje als Sinterklaas. Wie weet krijg ik wel een PlayStation 4 nog. Ik ben wel heel benieuwd. Oh, what the fuck, dude. Er zit gewoon een motherfucking mensenhart in deze doos. Een mensenhart. Zelfs nog een beetje. Oh, dude! Oh, ik ruik veel naar bed zakken. Oh, dude! Die lucht! Ik rol op mensen hard nu op met. Dude, ik weet niet wie de fuck dit me doet stuurt, maar dan ben je toch ziek? Dan ben je toch ziek? Ik leg hem wel gewoon weg. Oh, fuck. Oh, dude. Er zit hier nog een brief. Oh! Dit is geschreven met bloed, geloof ik. Moet je kijken! Bij 50.000 likes ga ik iemand ontvoeren. 420. Oh, dit is een geheime boodschap. Oh, fuck. Oh, dit is echt, ik weet niet wat de fuck hier aan de hand is. Hè? Ik heb echt geen idee nu. Kom, neem me op. Yo, Stef. Ik trip hem hier helemaal de pan uit. Heb jij dit gedaan? Nee. Echt niet, het is geen fatu dit. Het is geen fatu kill. Dude, kill, is het echt een fatu kill? Oké, dude, kom Skype, nu, kom Skype. Dude, ik zweer dat je deze stinkt, jongen. Het stinkt echt mensen uit. Ik weet ook niet wat ik moet doen met Kill. Kill, bij 5000 likes gaan we het bos in. Rustig. Oké, we kunnen kijken, Kill. Alleen, het gaat wel heel ver, Kill. Ik ga mijn leven nieuw spel zetten voor YouTube, Kill. Kill, voor 5000 likes? 5000? Kill. We hebben de 5000 likes gehaald. Ik sta hier nu bij een bos en dit is het bos waar wij heen moeten. Ik
sta dus nu nog met Dennis en Stef. Jongens, wat denk jij? Ik weet niet, man. Ik weet echt niet, man. Kill, jongen. Oh, ik weet niet, man. Nee, man. Fuck, je weet niet, hè. Voor hetzelfde geweld zit gewoon een vies peuk of zo in de bosjes. Wat is een fucking bos, man? Oh, je weet het niet. Je weet het niet. We lopen in het bos nu en we zijn op zoek naar iets. Ik weet ook niet precies wat. Dennis en Stef zijn nog altijd bij, natuurlijk. Dus als je kan zien, is er... Wow, wat was dat? Wat was dat? Wat was dat? Jullie waren het niet, hè? Is geen pad toe, is geen pad toe. Oké. Okay. Wow, yo! Oh, dude. Ik ga kijken. Ik moet kijken. Rustig. Fuck. Oh, dude. Dit gaat te ver, man! Dennis! Oh, daar zijn jullie! Oh, ik weet niet! What the fuck? Oh, dude! What the fuck, man? Kill, jongen! Dit is niet grappig! Rustig, blijf daar! Kill! Ik zweer het je, dit is echt... Dit fuckt met je mind, man. Dit fuckt echt met mijn mind. Oh, dude. Kill. Kill. Het zou hier nu moeten zijn. Het zou hier ergens moeten zijn. Kijk, heb hier wat staal? Iets van metaal. Oh, daar. Daar. Kijk daar. Kill. Hier zou het in moeten liggen. Nee. Dude. Stef. Ja? Heb je het SD-kaartje vergeten? Nee, ik heb het hier bij me. Ja. Je had het, doe het SD-kaartje dan daarin! Rustig, kill! Godverdomme, doe maar in. Je had echt één taak, hè? Nee, man, dit... Ik weet het! Ik moet kijken! Oh, joh! Er ligt daar wat! Het staat op! Het staat... Open mij! Oh, joh! Ik moet hem openen! Oh, joh! Ik open het niet! Jawel toch, er zit er wat in! Ik moet kijken! Wat zit erin? Oh. Een SD-kaartje! SD-kaartje! Yo! Dit is een boodschap! Oh, kill! Dit is echt niet normaal! Dit gaat echt ver! Dit is psycho! Dit gaat ver! Dit is... Ayo, kill! Kill! We moeten nu dus door de bosjes gaan kijken! Het is fucking naar de dikke bosjes overal! Oh, yo! Nu gaat het! Kill! Stef, kill! Waar ben je, kill? Kom hier! Oh, yo, kill. Dit is een trip met mijn mind, jongen. Waar is Stef? Kill! Kom daar, kill! Kill, kom! We moeten hier weg, kill! Oh, yo, kill! Wat gebeurt hier, kill? Dennis, kom op, man! We moeten hier weg! Ik kill je wel! We moeten hier weg! Rond door! Kill! Ik moet kijken waar je is! Nu moet Stef op voet! Ik ben zo terug! Stef! Holy fuck! Stef! Ik ben Stef kwijt! Holy fuck! Fuck! Stef! Stef! Shit! Ze hebben Stef gewoon, man! Ze hebben Stef! Oh, dude! Stef! Alsjeblieft, Stef! Stef is weg, man! Dennis! Dennis, waar ben je? Oh nee, kill! Kill Dennis ook? Dennis! Waar is Dennis? Dennis! Kill! Hij is nergens! Dennis! Oh, kill! Dit is niet goed, vriend! Oh, yo, kill! Oké, guys, dit gaat wel heel erg ver. Geef een like als je wilt dat die paard hier naartoe gaat. Abonneer ook hier beneden, want mijn vrienden zijn ontvoerd op dit moment. Oh, yo, dit is echt traumatiserend, maar toch cool. Stef! Dennis! What the fuck, kill, what the fuck? Ik kwam hier met mijn vrienden en ze zijn allebei weg gewoon, kill. What the fuck? Jongens, jullie moeten me echt helpen nu. Bardo. Bardo, kan jij Bardo helpen? Help Bardo! Kunnen jullie Dennis zien? Want ik zie hem niet. Help! Wat zei je nou? Help! Ik hoor je niet! Help! Wat raar, is hij daar? Nou, dan gaan we daar kijken. Kill, ik heb gekeken waar jullie zeiden, maar daar was Dennis niet meer te vinden en...
Ik ben uit het bos. Ik ben uit het bos, Kiel. Oh, ik heb geen idee waar Dennis en Stef nu zijn. Volgens mij zijn ze nog steeds ontvoerd, Kiel. What the fuck? What the fuck, Kiel? Ik krijg een appje. Het is een appje van Dennis. Dennis is ontvoerd, Kiel. Hoe kan dat, Kiel? Oh, wat zegt hij? Dat kost je 50.000 likes. 50.000 likes? Holy fuck. Holy fuck, Kiel. Maar mag ik dan wel mijn AdSense-inkomsten houden of niet? Ben ik die dan kwijt? Oh, dude. Ik sta hier nu gewoon te praten met de ontvoerder van Stef en Dennis, Kiel. Kiel, die gaat echt te ver. Oh, dude, hij gaat antwoord. Hij heeft al geantwoord. Hij wil 50.000 likes hebben. Anders weet ik niet wat hij gaat doen met Dennis en Stef, Kiel. Oh, fuck, Kiel. Hij zei zelfs geen grapje, Kiel. Dus dan is het geen grapje, Kiel. Oh, dude. Kiel, moet ik de politie bellen? Fucking hell, Kiel. Ik ga de politie bellen. Ik kan dit niet, Kiel. What the fuck moet ik doen? Oh, Kiel, what the fuck moet ik doen, Daryl? Serieus, twee van mijn beste vrienden zijn nu gewoon ontvoerd. Ik weet niet waar ze zijn. Oh, Kiel. Ik heb het gevraagd op Twitter en op Twitter zegt iedereen dat ik voor likes moet vragen als mijn vrienden ontvoerd zijn. Maar Google zegt dat ik de politie moet bellen. Ik ben in de war. Weet je wat? Ik bel gewoon de politie dan. Het is de beste manier, denk ik. 112, het nummer is waarschijnlijk gewoon 112. Ik zie niks anders voor me nu. Politie, brigadier Cordes, goedemiddag. Hele goedemiddag, u spreekt met Bardo Allens uit Deventer. Ik was net in het bos en mijn vrienden, ze zijn ontvoerd. Ah, u bent een YouTuber? Ik ben een YouTuber. Ja, dat begrijp ik. We hebben elkaar heel veel meldingen van YouTubers dat hun vrienden zijn ontvoerd in het bos. Oh nee, maar die van mij zijn echt ontvoerd. Die zijn echt allebei ontvoerd. Ja, maar dat... Meneer Ellis, dat krijgen wij de hele tijd te horen. We kunnen dit niet meer serieus nemen. We krijgen per dag, denk ik, nou het zal het zijn, 400 belletjes van YouTubers waarvan de vrienden ontvoerd zijn in het bos. Is er ook nog iets met een kist of met een doos? Nou... Ja, ik kreeg een... Oh, shit, Stef, ik ben aan het opnemen. Of ik bedoel, je bent ontvoerd. Ja, er was wel een kist met een mensenhart. Met een mensenhart, ja. Nou, ik ben de zevende vandaag met een mensenhart. Wij zijn hier gewoon serieus bezig, meneer Ellens. Ik zou zeggen, als u 50.000 blauwe duimpjes omhoog heeft, dan belt u nog maar eens. Maar voor die tijd gaan wij gewoon door met serieuze zaken. Ik ga voor die 50.000 likes dan maar... Ja, dat lijkt me uitstekend. Ik wens een hele prettige voortgang van deze middag, meneer Ellens. Goedemiddag. Dankjewel, voor hetzelfde. Doei. What the fuck, zelfs de politie helpt niet mee. Zelfs de politie helpt niet mee. Hoe kan dat dan? Het is toch te krankzinnig voor woorden. Zelfs de politie helpt niet mee. Ik ga vanzelf het bos in. Ik kan niet kijken wie mijn vrienden kan vinden. Dat zijn mijn vrienden. We gaan hier samen in, we gaan hier samen uit. Domme man, kom we gaan. Ik laat het hier niet bij, ik laat het hier echt niet bij. Oké, ik sta nu hier weer bij het bos. Ik zweer het je, Kiel. Mijn vrienden zijn hier op voet, Kiel. En ik moet samen met hun terugkomen. Dus geen pad doen, dit gaat allemaal gewoon veel te ver. Dit gaat echt veel te ver gewoon. Ik kijk hier om me heen en er is daar niemand. Er is niemand om mij te helpen. Ik moet gewoon mijn vrienden terugvinden, jongen. Door mijn YouTube-kanaal zijn hun ontvoerd en in de problemen gekomen, Kiel. Dennis! Stef, Kiel! Het is geen grapje meer, Kiel. Kom op, Kiel. Kiel, het is hier zo verlaten, koud en kil, Kiel. En van al het gillen krijg ik pijn uit mijn keel, Kiel. En het wordt alleen maar killer, Kiel. Kiel. Ik weet niet wat ik moet doen, Kiel. Ik zit echt te zoeken. Ik zie mijn vrienden. Ah, dude. Dat was een geweer. Hoor je dat? Er is hier iemand met een fucking geweer, Kiel. Iemand zit te schieten, Kiel. Wow, wie de fuck ben jij, Kiel? Rustig. Is een prank, is een fat dude. Hey, een Kiel, rustig. Oh, what the fuck, Kiel? What the fuck, Kiel? Waar ben ik, Kiel? Oh, Kiel. Camera! Oh, hij draait nog. Oh,
McKenny, hij draait nog kill. Oh yo, kill. Fuck kill, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Kijk deze. Oh kill. Ga naar boven. Oh yo, kill. Ik moet hier weg. Fuck kill. Ik heb geen idee. Waar ben ik, kill? Waar de fuck? Oh, kill! Kill! Ik heb buiten besloten, kill! Ik ben kapot! Ik weet niet waar ik nu ben! Ik weet niet waar ik heen moet nu! Kill! Dit is geen fatsoen meer, kill! Dit is geen brain! Stef! Dennis! Is dit een fatsoen? Ik voel ook een ongelofelijke pijn bij mijn borst! What the fuck is het? What the fuck? Oh dude! Dit is een litteken! What the fuck? Waar komt dat litteken vandaan? Een litteken op mijn borst. Het is... Heel te raar. Ik ga nu naar... Is dit de opening? Aan de deur! Hij is open! Ik moet naar huis! Ik ga naar huis! Ik heb zo'n pijn hier! Fucking hell! Wat is er gebeurd? Het lijkt wel alsof ze me open hebben gesneden en wat eruit hebben gehaald. Ik moet douchen en naar huis. Ik moet wat raars gaan vertellen. Want ik werd vanochtend wakker met een pijn op mijn borst en een heel plakkerig gezicht. En ja, nou kom ik ook net onder de douche vandaan. Ik klap met mijn handdoek. Oh, die kan ook weg. Ik heb namelijk dit SD-kaartje gekregen. Ik weet niet van wie, waarvan of wat dan ook. Maar ik heb gekeken wat erop staat en moet je kijken. Dus ik zag op het SD-kaartje dat er waarschijnlijk een pakketje ligt voor mijn huis, een of andere doos, en ik weet echt niet wat ik moet doen. Deze deur is ook open. Misschien hieronder? Ook niet. Oh dude. Oh, die shit. Er is niemand te zien. What the fuck, joh? 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 Het lijkt wel gewoon een schoenendoos. Waarom een schoenendoos? En ik wil nu wel weten wat er in deze schoenendoos zit. Want wie de fuck gaat er bij mijn huis inbreken? Dan ga je te ver. Dit gaat allemaal te ver. Dude, dit zijn gewoon nieuwe schoenen. Fucking chill. Oh, dude. Er zit gewoon een motherfucking mensenhart in deze doos. Hierbij pauzeer ik de video. Deze video kan niet. Ik zit hier te koken achter mijn toetsenbord. Jullie weten, Kinglet wordt niet snel boos. Paul, de King 77L, ik word niet snel boos. Maar Bardo, meneer Bardo Allens, is nu duidelijk te ver gegaan. Deze video kan niet. Dit is een afgang van de hele community. Niet alleen de jonge YouTubers maken fouten, nee, ook de ouderen nu. 10 jaar YouTube, en dan dit? Dit kan niet. Sorry, Bos. Hey, Quivines, Armo, ik, Snapking, allemaal staan voor lul. Dutch Tuber, Job. Dat kan niet, dit. Dit is een fout die niet gemaakt kan worden. Jullie weten hoe ik ben. He? Ik heb al bijna een rechtszaak aangespannen tegen een aantal YouTubers die dachten wel even mij te kunnen pakken. Nu pak ik jou, Bardo. Waar je ook bent, al ben je nu in het bos, ik zoek je op en ik pak je. Rennen is het enige wat je kan doen. Dit is de laatste waarschuwing. Kinglet gaat door. Kinglet pakt ook jou, Bardo Allens. Hoe de fuck denk je wel dat je bent? Ik pak je. Ik sta klaar. En we staan met z'n allen klaar. De volgende aflevering van Kinglet. Bye bye. Bardo!